Minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken is druk bezig een onderzoek in te stellen naar enkele onregelmatigheden op zijn ministerie. Het gaat om zaken op het gebied van het personeel en onrechtmatig beheer van staatsvoertuigen. De bewindsman legt uit waarom dit onderzoek van belang is. Het ministerie van Openbare Werken als taakstelling heeft de zorg, beheer, onderhoud van staatsvoertuigen, staatsmaterieel. En in dat kader heb ik het aangetroffen, maar eigenlijk als minister was ik ook plotseling verrast toen ik wat perikelen hoorde over de brandnieuwe voertuigen die waren meegenomen. Overgekocht voor appel en een ei. En dat was de aanleiding dat ik gelijk met de afdeling heb gezegd, laten we alles goed organiseren of beter organiseren. Dus we hebben nog meer transparantie gebracht in voertuigen. Ik heb gelijk een formulier geïntroduceerd dat alles opnieuw geregistreerd moest worden, zodat illegaliteit eruit valt. Dat proces heeft lang geduurd, maar het is goed gegaan. We hebben nu een goede lijst. En dan is inderdaad het proces begonnen van wat thuis is blijven liggen bij mensen op te halen. Dat is eigenlijk vrij laat begonnen, want we moesten de documenten goed beginnen. Maar op dit moment ben ik tevreden. Elke dag krijgen we nog wat nieuws. Dus we hebben heel wat teruggehaald. Materieel ook. Dus niet alleen maar voertuigen, maar materieel ook. En die is dus nu weer ingezet bij ministeries. En een tweede ding is dat gewezen ministers natuurlijk ook hun voertuigen weer moeten inleveren. Men mag één kopen. Maar als dat niet gebeurd is, moet alles ingeleverd worden. Dat heb ik ook opgepakt. Eigenlijk is dat niet mijn taak. Het is de taak van de afdeling die dat moest doen. Maar de afgelopen jaren hebben de mensen dat niet iedereen heeft dat vrijwillig gedaan. Dus moest ik ook dat oppakken. Dus dat trek is nog gaande, voor een paar weken nog. Heeft men de ruimte om dat te doen. Maar je weet, de hele kwestie van voertuigen ging meer over de brandnieuwe, luxe auto's van $40,000, $30,000, $50,000 die last minute zijn verkocht. Over die voertuigen loopt er een apart onderzoek. En dat is al lang gestart, al maanden gestart. En het dossier ziet er vrij levendig uit. Er worden nog steeds mensen gehoord. En daarom zie je dat ik daar weinig over heb gesproken in de media. Maar eigenlijk wacht iedereen op het resultaat van die voertuigen. Toch? Maar daarvan weten we dat de vorige regering een beschikking had gemaakt, een procedure had. Maar laten we kijken wat het onderzoek uitwijst. Wat is billijk, wat is rechtvaardig, wat is eerlijk, wat mocht wel, wat mocht niet. Okay. Er is ook vanuit het ministerie een oproep gedaan dat mensen zelf naar het ministerie toe kunnen om de auto's in te leveren terwijl het onderzoek gaande is. Zijn er mensen geweest om dat te doen en hoe gaat dat proces nog? Ja, dat is inderdaad begonnen. Maanden terug had ik een advertentie geplaatst, breng dat vrijwillig terug. En dat is goed gegaan. Maar je gaat altijd één of twee koppigen ertussen hebben. Dus die moet je met een brief aanschrijven. Je gaat altijd mensen hebben die weigeren. Dat heb je ook. Dus daar treden we hard op. Dan hebben we een sleepwagen die gewoon alles meesleept. Zover gaan we zelfs. En dat is voor de rest goed verlopen. Er blijft een deel dat buiten ons gezichtsveld is, waarvan we misschien weinig weten. Maar feit is dat we de database vrij goed hebben geüpdate. We weten precies welk voertuig is bij wie en op wiens naam en waar woont die persoon. Dus we hebben heel wat extra data toegevoegd bij mensen die een voertuig hebben. Wat het ministerie van Openbare Werken betreft hebben we ook foto's gemaakt van alles nu. Dus nog meer transparantie. En dat proces gaat doorgaan naar alle andere ministeries. Een tweede ding wat we ook doen is de oude niet bruikbare voertuigen, die ruimen we ook op. Want als je te veel rommel hebt, zie je ook de zaken niet meer. Dus we schonen ook alles op. Dus de toekomst ziet er goed uit dat het professionele gaat gebeuren. En misschien moeten we de regels ook scherper maken, want niet alles zou kunnen, denk ik. Oké. Okay. Minister, om wat voor soort voertuigen gaat het? Kijk, de staat heeft verschillende voertuigen. Het is eigenlijk van alles en nog wat hoor. Van tractoren tot luxe auto's, tot pick-ups, tot machines, brushcutters. Dat zijn dingen die de ministeries en de overheid nodig hebben. Je moet weten bijvoorbeeld dat bepaalde ministeries ook bepaalde voertuigen gebruiken. Zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, daar is er een bepaalde standaard. Het kabinet van de president, vicepresident, die gebruiken ook een andere standaard auto's. Dat zijn zwaar beveiligde auto's. Dus zo is er een hele variatie.
wij hebben geïntroduceerd dat een ministerie op maat aangeeft nu wat hij nodig heeft. En voor wie? Waardoor we ook weten wat voor soort voertuig we moeten aanschaffen. Een ministerie die veel op het veld gaat, moet gewoon een goed voertuig hebben. Toch, een directeur moet misschien van een niet-technisch ministerie moet geen pick-up krijgen, want je hebt niets te zoeken met een pick-up. Een pick-up is meer voor OW en RGB en het ministerie van ROS. Dat zijn wat zo, je moet vaak dingen showen, toch? Dus zo moeten we bestemmingen aangeven. En natuurlijk wat het voertuigenbeleid betreft moet er een keer ook een nieuw beleid komen. Want die voertuigen zijn geïntroduceerd om mensen te compenseren vanwege het laag salaris. Toch? Dat is één van de dingen. Want de voorzieningen bestaan voor toelages en dergelijke dingen. Dus over dat beleid gaan we nog een keer praten. Oké. Minister, in welke staat zijn de voertuigen teruggekomen? In vrij goede staat, hoor. Dat kan ik wel zeggen. Je hebt natuurlijk voertuigen van 10 jaar terug. Maar de meeste zijn in goed rijdende staat teruggevonden. Een aantal, dan moet ik wel zeggen, die waren gewoon verlaten. Toch? Men heeft het genomen, maar plotseling kon men het niet meer verzorgen. Dus het stond er gewoon op de weg. Of in het bos. Dat soort voertuigen hebben we weggesleept. En omdat het middelen van de staat zijn, zitten ze onder beheer van ons. En dan gaan we dat verkopen, waarschijnlijk in het openbaar. Want die zitten helemaal vast. Je kan het niet meer gebruiken. Dus we hebben een hele variatie gehad aan voertuigen. Okay. Is er al een plan wat er met de voertuigen die niet meer bruikbaar zijn, hoe ze verkocht zullen worden? Zal er een advertentie komen? Zal er een oproep komen dat mensen kunnen komen kijken hiernaar? Ja, we zijn al lang gestart. We hebben met mijn aantreden, toen ik het zag hier, een heel wagenpark helemaal verroest kapot. Ik heb gezegd, nee, dat ga ik opruimen. Het gaat niet 10 jaar zo blijven staan. Toch, het heeft misschien weinig aandacht gehad van andere ministers. Maar we zijn gestart. De eerste veiling bij OW, want hier staan de meeste karkassen, is al geweest. De tweede is nu gaande. Er komt een derde, er komt een vierde. Dat is voor het ministerie van Openbare Werken. Ondertussen hebben alle ministeries van mijn brief gehad om al hun rommels bij hun ook op te ruimen. Vandaag kreeg ik de eerste brief al binnen, waarbij ministeries daar reageren. We hebben een aantal karkassen, dat zijn echt voertuigen die je echt niet kan gebruiken. Kom dat opruimen. En zo gaan we naar de ministeries om op te ruimen, want het is geen gezicht. Het neemt al je ruimte in beslag. Dus het is onze verantwoordelijkheid als OW om het te doen. Dus we gaan dat doen. Die worden opgeruimd, daarmee komen weer middelen in de staat. Die we dus weer hergebruiken voor dit soort doeleinden. Nou, minister, we hebben het gehad over de voertuigen. Maar we weten dat er ook een dossier bij de PG is ingediend voor onderzoek naar personeel dat in dienst is genomen van 2019 tot november 2020. Hoe verloopt dat onderzoek tot nu toe? Ja, als ik even mag op die voertuigen, ook daar hebben we een verzoek gedaan aan de procureur-generaal om alle voertuigen die vanaf nu nog ergens te vinden zijn, dat dat strafbaar wordt gesteld. Dus we hebben reactie ondertussen ontvangen dat waar wij die cases hebben, we de procedures moeten volgen die gelden in de rechtsstaat. En dat zetten we al in. Je weet, de eerste hebben we in die keri gedaan, hebben we de politie bij betrokken. En daarvan wordt er een case van gemaakt. En daar worden procedures ingezet voor vervolging en weet ik veel wat allemaal nog meer. Dus die vrijwillige inlevering kan nu niet meer. Nu gebruiken we gewoon de harde hand. En dat geldt voor allemaal die we nu vinden. Bij personeel hetzelfde. Je weet, bij het ministerie van Openbare Werken was dat ook een verrassing. Net als die voertuigen waarmee ik geconfronteerd was. Dus ik moest daar een stuk beleid op zetten van honderden mensen die last minute in dienst zijn genomen. En al gauw dacht ik van iets klopt hier niet. Het is niet normaal. Je kan niet plotseling 1500 mensen in dienst nemen. Dat kan niet. Want mijn logica zei, hey, ik heb nooit 1500 advertenties gezien. Dus ik zei gelijk van iets klopt. En daarvan vanaf het begin gezegd, er is sprake van fraude. Dat heb ik steeds gezegd. We hebben natuurlijk afgelopen maanden op instructie van de president gekeken waar de mensen wel voldeden de stukken compleet waren om die mensen hun stukken af te handelen. Omdat het dan natuurlijk een maatschappelijk vraagstuk geworden is. Door het armoedevraagstuk zijn heel veel gezinnen en mensen in problemen geraakt. Voor de verkiezingen. Je weet, we kregen pakketten en dat soort dingen. Dat was een armoedevraagstuk. Dus zeggen van, hé, we nemen niet in dienst, is ook niet direct de oplossing. Want er was een probleem. Mensen wilden wat geld verdienen om hun gezin te onderhouden. Dus dat hebben we ingezet. Geholpen waar we kunnen helpen. De mensen die hebben gewerkt, mij interesseert
even niet wat voor werk ze hebben gedaan. Ze hebben iets gedaan in het land. Ik heb ook gezien wat ze hebben gedaan, gewerkt, gemaaid. Sommigen hebben niets gedaan. Ik ben natuurlijk terecht, maar we gaan één lijn trekken. Die willen we wel terugbetalen voor wat ze hebben gedaan. Feit is, wat gebeurd is, is niet normaal. En daarom heb ik het onderzoek nu ingesteld. Ik heb verschillende cases verzameld en als voorbeeld gestuurd naar de procureur-generaal, omdat, naar mijn bescheiden mening, wat gebeurd is, strafbaar is volgens de anticorruptiewet. En dus wil ik hebben dat de mensen die verantwoordelijk zijn hiervoor, de mensen die zoveel weten wat er gebeurd is, gestraft worden. Ik ben geen jurist of rechter of weet ik veel wat, of officier, maar mijn weinige kennis zegt wel dat dit niet correct is. Het is een nieuwe vorm van mens, het is een soort mensenhandel. En dat is wat ik vraag. Want die mensen die zijn de dupe van geworden en zijn misbruikt geworden. Dus ik ben benieuwd wat het onderzoek gaat uitwijzen, maar dit ga ik niet zo laten. Maar ik wil eerst de rechtsstaat de gelegenheid geven om zijn werk te doen. Oké, minister, u heeft ons het een en ander verteld over de voertuigen, over het aantal mensen dat in dienst is getreden binnen een jaar. Nu bent u minister van dit ministerie. Wat wilt u veranderen en hoe gaat u het veranderen dat zulk zich niet meer zal voordoen in de toekomst? Ja. Omdat dit gebeurd is, heb ik direct inderdaad maatregelen getroffen. Dus we hebben zeker bij het ministerie van Openbare Werken. En ik ga u zeggen, bij alle ministeries gelijk transparantie geïnteresseerd. Dus er zijn nu formulieren. En de formulieren moet iedereen invullen. En dat wordt getekend door een hoofd, een directeur tot een minister. Dus, en dat formulier staat online. Dus de hele iedereen mag het weten in Suriname. Dat is bijvoorbeeld wat voertuigen betreft. Je hebt dat ding gehoord van de taxatie, je weet dat woord is vaker gevallen. Dus wij gaan hier introduceren met goedkeuring van de Raad van Ministers binnenkort een onafhankelijke taxatiecommissie. Dat is een van de maatregelen die gelijk komt. Een derde ding wat personeel betreft, hebben wij hier bij ons ministerie geïntroduceerd dat solliciteren alleen transparant moet. En we hebben de eerste dingen zo ook getraind en verwerkt. Dus nu kan je online je formulier downloaden. En dat gaat door een molen van personeelszaken, de directeur, eventueel de minister. Alle adviezen moeten gevolgd worden. En we hebben ook geïnteresseerd dat vacatures online gepubliceerd moeten worden. Dus natuurlijk kun je 5 mensen in dienst nemen voor een bepaald doel. Dat is geen probleem, maar niet honderden. Dus bij ons, bij het ministerie van Openbare Werken, kun je zien dat als je een voertuig wil, moet je dat aanvragen online. En al deze mensen moeten toestemming geven. Je gaat hem zien op de registratielijst. Dus een burger kan precies zien. Deze man heeft een voertuig gehad. En waar woont hij? Wat is die kentekennummer? Wat is zijn telefoonnummer? En waarvoor gebruikt hij het? Personeel hetzelfde. Bij personeel moet er een vacature zijn op de website. Dus je kan zien hoe transparant dat is. We hebben ook intern nu een formulier waarbij je ziet wie allemaal heeft gesolliciteerd. Maar dat houden we intern voor ons, met alle gegevens. Dus we hebben heel veel transparantie daar gebracht, wat er vroeger niet bestond. Dus ik ga niet zeggen dat een minister misschien niet 2 mensen in dienst mag nemen. Misschien heeft hij 2 beleidsadviseurs nodig, dat mag. Maar niet honderden. En een derde ding, dat is ook het onderzoek. Mensen zijn in functies benoemd die niet eens bestaan. Maar goed, dus daarvoor hebben wij hier het systeem versterkt van onze PZ's. We hebben de macht teruggegeven aan de personeelszaken. Want al die 1500 mensen, gelooft u mij, is buiten het gezichtsveld van de PZ's gebeurd. Zie daar ook nog een zoveelste reden waarvan ik vind dat er misbruik is gemaakt en dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Ook mijn directeuren wisten van niets. En nu heb ik dat systeem geïnteresseerd dat ze het wel gaan moeten weten in de toekomst. Wat we ook hebben geïnteresseerd is dat, maar dat is op regeringsniveau, dat er ook daar afspraken zijn gemaakt wat personeel betreft. Dus er zijn heel veel vernieuwingen geïnteresseerd. Het systeem werkt goed. We kennen de spelregels. Checks and balances is nu hier. Dus in de toekomst mag wat nu gebeurd is, niet gebeuren.